Patrick. Ja, inderdaad. We gaan voor de volgende praatgast eigenlijk eerst even terugkeren in de tijd. Vorig jaar was Radio Meteor de radiopartner tijdens de Bing Bang Tour in Aalter. De rit die toen in en rond Aalter werd gereden eigenlijk met start en aankomst. En ik herinner me dat we voor de wedstrijd jammer genoeg een paar minuten stilte moesten houden. En dat had ook een goede reden. Het was eigenlijk een gebeuren die de wereld van het wielrennen een beetje heeft geschokt en nog altijd bezighoudt. Het heengaan van Bjorg Lambrecht. Bij mij zit Nico Boucher. Nico, goedemiddag. Goedemiddag. Het is ondertussen, ja, zoals ik reeds zei, een klein jaartje terug in de tijd. Maar Bjorg is nog altijd niet vergeten ondertussen. Integendeel. Zeker niet. Ja, iedereen was verschoten op 5 augustus natuurlijk. Maar goed... Als mede-oprichter van de supportersclub heb ik samen met de familie uiteraard en de mede-bestuursleden even rond tafel gezeten na die datum. En zijn we tot het besluit gekomen eigenlijk van oké, wat gaan we nu verder? Hoe gaan we nu verder met de supportersclub en de mensen die lid zijn en zo verder en zo meer? Mm-hmm. Vrij snel eigenlijk kwam dan eigenlijk het positieve signaal vanuit de familiekring. We gaan een memorial organiseren, dus bij deze is dat ook nu gebeurd en staan we daar eigenlijk aan de vooravond van. In het begin was het op vraag van de vader, Kurt Lambrecht. Ik zou graag een memorial voor Beloften hebben in Ursel. Mm-hmm. Met de reden die erachter zat van oké, Bjorg heeft daar over een drietal jaar zijn wedstrijd gewonnen. En dus eigenlijk ja, was de link naar Ursel vrij snel gelegd. Een tweede memorial die komt er, eigenlijk ook mede door vraag. En waarom is er in Knesselaren geen memorial? Mm-hmm. Bjorg is toch van Knesselaren, maar hij trekt naar Ursel. Dus vandaar dat we dan ook beslist hebben van we gaan er een tweedaagse van maken. 15 maart in Ursel en 22 maart in Knesselaren. Ja, het is ook zo denk ik, ja, het tweede seizoen begint opnieuw nu. Dit zijn extra zware momenten denk ik dan, voor jullie allemaal. Je moet weten, Bjorg begon door te breken vorig jaar april, mm-hmm. de Waalse klassiekers. Eigenlijk ervoor al met de Ronde van de Baskeland, maar dat hij ook mooie prestaties kon neerzetten, waaronder een tweede plaats achter Valverde bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat is zeker geen makkelijke periode momenteel. Nee, dus. Inderdaad. Weet je nog, Nico, waar jij was toen je het nieuws moest krijgen? Ik was met verlof. Ja. En ik had thuis gewoon even een uur op de rollen gereden. Ja, ja. Bjorg was dus aanwezig in Polen. Zijn ouders waren er ook, dat wisten wij. Ik had nog een foto gekregen voor de start van Bjorg in het stadion waar dat ze vertrokken. En dan sijpelde het jammerlijke nieuws binnen. Ik was net van plan om de tv op te zetten en Eurosport te raadplegen om de koers te volgen. Ja. Maar de tv was rap, even rap uit of dat ze aanstond natuurlijk. Hm. Dit zijn natuurlijk momenten die nooit meer vergeten worden. Dat kan ook niet, denk ik. Nee, zeker niet. Er is één verhaal natuurlijk rond die memorial. Dus die twee wedstrijden die worden gereden. Maar er is ook een boek in wording, geloof ik, over het leven van Bjorg. Ja, dat klopt ook. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich nu inschrijven op het bestellen van het boek. Het boek zal noemen Ik had een droom. Raf Willems, uitgeverij Willems, die mensen zijn daarmee begonnen. Wat zal daarin staan? Dus dat zal een anekdote zijn rond Bjorg. Mensen die hem zeer goed gekend hebben, zijn trainer onder andere. Dan ook de ouders die aan het woord komen, zijn beste vrienden die aan het woord zijn. Dus die mensen hebben allemaal hun zegje gedaan. Dat wordt meegegeven in het boek. Het boek is te verkrijgen via betaling van overschrijving op het uitgeverij, hun rekeningnummer. Mm-hmm. En eind juni waarschijnlijk, of ergens in juni, zullen wij een persvoorstelling houden in Knesselaren, waar dat dan ook het boek zal voorgesteld worden en uitgedeeld worden aan de mensen die vooraf ingetekend hebben. Mm-hmm.
Ja. Ik heb het geluk om Raf ook te kennen, Raf Willems. Dus ik heb hem ook al uit een uitnodiging gestuurd om het boek dan te gepaste tijden te komen voorstellen, uiteraard. De Memorial, Nico, die worden dus nu 15 maart en 22 maart gereden. Is dit de bedoeling dat het ook jaarlijks blijft herhaald worden dan? Zeker en vast. Hè. Wij hopen dat dit jaar het coronavirus geen dwarsboom wordt. Uiteraard, Want alles is voorbereid, alles staat op punt om te kunnen van start gaan. Het is natuurlijk de bedoeling dat we ook dit jaarlijks gaan organiseren. Mm-hmm. Vandaar ook dat het boek een deel bijdraagt aan onze kosten die we daarvoor hebben. We zitten ook nog altijd met onze leden. We hebben ook gezegd van oké, binnen de supportersclub, wat gaan we die mensen, gaan we ze terugvragen lid te blijven of niet? Vrijblijvend uiteraard. Mm-hmm. Die mensen hebben voor 50% zeker al gezegd van oké, wij blijven lid. Dus het is eigenlijk ook niet alleen een koers van of voor Björg. Het is ook een koers van de supportersclub, de mensen van de leden van de supportersclub die een steentje hebben bijgedragen. Ja. Tot slot misschien nog even een persoonlijke vraag ook, Nico. Hoe herinner jij je Björg? Björg, dat was een joviaal iemand. Altijd goed lachs, altijd tijd voor een praatje te maken met iedereen. Zijn supporters, zijn collega's ook. Ik weet van een andere renner uit het peloton dat Björg eigenlijk wel zeer geliefd was in het peloton zelf. Jammer dat het op die manier een einde moest komen aan zijn droom. Mm. En vandaar ook dat wij als supportersclub niet kunnen achterblijven om verder te gaan met het gegeven van de Memorial, het boek, wie weet wat dat er nog allemaal komt. Het zijn nu twee koersen dit jaar. Ja, ja. Misschien dat er een verandering komt op termijn, dat zien we wel. Het is ook de bedoeling dat we zouden uitgroeien tot Interclub. Mm-hmm. Dus we zien wel. En hoe zijn de reacties bij het peloton, zal ik maar zeggen? Ze zeggen allemaal van de profrenders dan van oké, dat is een heel mooi initiatief dat jullie doen. Het is ook het laatste dat we kunnen doen. Ja. Dus ze hebben er zeker een vast begrip voor. Dus laat ons hopen dat we het kunnen organiseren. Voorlopig ziet het er wel goed uit, maar kan snel omslaan. Maar we gaan ervan uit dat het gewoon wel doorgaat natuurlijk. Gaan we zeker vanuit. Dus 15 maart in Ursel. Ursel om 15 uur. En een week daarna, 22 maart, in Knesselaren. Ja. Het is dus ook zo dat er over de twee dagen een eindklassement wordt gehanteerd. En dat is eigenlijk de winnaar die daar dan de Memorial zal winnen. Ja. Ik heb ook begrepen en ik heb jou ook zo gecontacteerd. Natuurlijk via de Facebookpagina kunnen mensen ook op de hoogte blijven. Ja, het boek kan ook daar via die weg besteld worden of zie ik dat verkeerd? Het boek het voorintekenen kan ook op die weg geconsulteerd worden. Ze kunnen ook altijd een mail sturen naar bjorgsfans@gmail.com. Ja. En dan zal er zeker reactie op komen. De mails komen toe bij mij, dus ik zal er zeker wel op antwoorden. Mm-hmm. En wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk op die weg ook ingeslagen te zijn, dat er daar toch wel redelijk wat reactie op komt. We moeten daarvan uitgaan natuurlijk. Daar gaan we zeker van uit. Ja. Nog één vraagje, Nico. Jullie supportersclub noemt de Matchbox. Van waar die naam? Dat is een naam waarvoor ik persoonlijk op de begrafenis van Björg André Greipel bedankt heb. Mm-hmm. Hij is daarmee afgekomen vrij snel eigenlijk. U moet weten, zijn eerste profjaar van Björg was hij in Australië. Daar was ook André Greipel aanwezig. Björg mocht daar niet rijden. Zijn papieren waren nog niet helemaal in orde. Mm-hmm. En dan heeft Björg eigenlijk een hele week voor de renners uit, voor het peloton uit, alles op zijn eentje afgewerkt als training. En dan is André Greipel op de proppen gekomen van kijk, ik ga u de Matchbox noemen. Enerzijds is dat verwijzend naar zijn gestalte uiteraard. Ja, ja. Klein pocket klimmer. Ja, ja. En anderzijds was het een link naar de garage van vader Kurt. Ja. En zo is de
de naam geboren, zeg maar. Was onze link natuurlijk ook heel snel gelegd bij het opstarten van de supportersclub op 1 december 2018. Oké, mooi verhaal. En zeker en vast, mensen er gewoon moeten bij zijn, zowel op 15 maart als op 22 maart, sorry, bij die memorials. En het boek vooral bestellen gewoon, denk ik. Inderdaad, dus iedereen is welkom. Wij beschikken op de 2 locaties over een pop-up supporterslokaal, waar iedereen, de supporters van Björk, kunnen langskomen, maar ook geen supporters kunnen daar langskomen. We hebben alles voorzien daarvoor, zodanig dat we daar ook ons voortbestaan voor de memorials kunnen eigenlijk een beetje financieren. Ja, mooie boodschap. En ik zou zeggen, hou ons ook vooral op de hoogte hier bij Radio Meteor. Dat zullen we doen. We zullen in elk geval ook de nodige aandacht schenken, samen ook met Raf Willems, omtrent het boek, wanneer het dan net ook zal verschijnen of komen voorstellen hier op de radio. Zeg Nico, mag ik je al heel hartelijk danken om eventjes tijd vrij te maken voor ons. Veel succes met de memorial. Dank u wel. En graag gedaan. Vooral met de voorintekening ook van het boek. Dank u. Goed, ik zie dat onze wachtzaal ondertussen verder vol loopt. Dat is zoals bij de dokter, dus we moeten voortdoen. Hè. Los van het coronavirus, ik hoop maar dat daar niemand last van krijgt. Dat is niet de bedoeling, maar zo meteen praten we met Nel Bonte. We gaan eerst een beetje muziek maken.